Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video van Creative Collects. Mijn naam is Max en vandaag ga ik met jullie deze hele coole Leafeon en Glaceon V-Star Collection boxen openmaken. Het is wanneer ik dit film een week voordat we de pre-release hebben van Astral Radiance. Astral Radiance is de nieuwste opkomende set in het Engels, dus die is er al bijna. En ik dacht toen ik daarmee bezig was om me daarvoor in te schrijven en dergelijke, oh, ik heb ook nog die Leafeon en Glaceon V-Star boxen. Dit waren eigenlijk de boxen waarin je voor het eerst een V-Star Pokémon kon krijgen. Ik had deze nog liggen en ik dacht, laten we die gaan openen en kijken welke van de twee boxen, Leafeon of Glaceon, de beste pulls heeft. Ik zal hier nog even de Leafeon doos laten zien als eerste. Special Collection heet die. Met daarin een Jumbo promo van Leafeon. De Leafeon V-Star en een Leafeon V promo kaart en 4 packs. En wat ook nieuw is, is een beetje lastig om op camera te laten zien. Maar deze V-Star marker van acryl die erin zit. En die heb je nodig als je het spel gaat spelen met een V-Star Pokémon. Ja, misschien niet per se deze nodig. In Brilliant Star zit ook een V-Star energy kaart. Je kan gebruiken als marker om te laten zien dat je je V-Star aanval al hebt gebruikt. Maar dat kan je dus ook met een mooie acryl marker doen. Dit is de achterkant. Ik zal nog even het tekstje laten lezen. Zo, daarvoor moest ik even de camera optillen. Beetje last van tegenlicht vandaag. Het is hartstikke donker buiten. Want het gaat regenen. Dus hopelijk horen jullie dat niet op de camera. Hier is de Glaceon V-Star box. Dus eigenlijk meer van hetzelfde, maar dan met Glaceon. Glaceon V-Star promo, Glaceon V promo. En ik heb begrepen dat de Leafeon wel de meer speelbare van de twee is. Als je het kaartenspel ook speelt en niet alleen maar verzamelt. Het zijn wel echt mooie boxen. Ze waren helaas wel wat prijziger dan een gewone box met 4 pakjes erin. Hier nog een keer tekstje. En met wat erin zit. Het verhaaltje. Super cool. Laat ik ze open gaan maken. Ik begin met Glaceon vandaag. Ik bewaar de boxen niet. Dus ik kan ze gewoon open scheuren zonder me daar schuldig over te voelen. Alvast Glaceon V, die kwam eruit vliegen. Hele gave kaart wel. Ook al mooi uitgesneden zo te zien. Dus dat is niet verkeerd. Deze is helemaal gaaf. Alhoewel, hier zie ik een klein puntje op het randje. Is net niet helemaal gaaf dus. En hier heb ik de V-Star kaart. Nou ja, V-Stars werden dus geïntroduceerd in Brilliant Stars. En door middels van deze twee boxen. Het is een nieuwe mechanic. Evolved een V in een V-Star. En een V-Star heeft altijd een V-Star power, dat kan een ability of een aanval zijn, die je dan één keer per game mag gebruiken en dan flip je dus die V-Star marker. Een V-Star Pokémon geeft maar 2 prijskaarten op, net zoals een gewone Pokémon V. En een V-Max Pokémon geeft er 3 op. Dus het lijkt alsof de prijstrade weer een stukje omlaag komt daarmee. En dat is voor mensen die houden van een wat langzamer spel. Wel gunstig, want met de VMAX Pokémon werd het eigenlijk een 2 of 3 turn format. Dat je heel snel al een winnaar of een verliezer hebt. Als jouw eerste ronde niet echt popt, zeg maar, dan had je al weinig kans om te winnen. En met de introductie van Pokémon V-Star wordt het in ieder geval niet nog harder versneld, hoop ik. En tegen de tijd dat VMAX ddan wordt uitgefaseerd, dan hopelijk zijn er dan geen Pokémon meer die 3 prijzen opgeven. En dan heb je een wat rustiger spel. Dit is de Jumbo versie van Glaceon V-Star. Heel gaaf. Ik moet wel zeggen dat hoe een V-Star eruit ziet. Met dat zilver en goud. Wel echt heel gaaf is. In Astral Radiance zitten ook weer nieuwe V-Star Pokémon als het goed is. Dus hopelijk poel ik er daarvan een paar op mijn pre-release. En dat zal ik dan ook in de volgende video laten zien wat ik allemaal heb van Astral Radiance. Dit is dan een van de 2 V-Star acryl markers en dit is de achterkant.
Zo kan je dan laten zien dat je hem gebruikt hebt. Zo, dus die leg ik even hier op Marnie neer. Zo, dat kan ze niet zien. En dan de pack selectie van deze box is zo te zien 2 keer Fusion Strike. Wat op dat moment nog de nieuwste set was. En Evolving Skies. En ik ben vooral enthousiast over Evolving Skies, omdat me dat weer een kans geeft om Sylveon te poelen. Een alternate art, die willen we heel graag. Maar ik begin met Fusion Strike. In principe hebben we de Mew alternate art al. Dus eigenlijk wil ik alleen nog maar graag de Gengar uit Fusion Strike. Maar er zijn er nogal echt een hele hoop die ik moet, vooral Reverse Hollows en zo. Speel het Guess the Energy spelletje in de opening van vandaag. Ik zeg Lightning. Ah, en het is Psychic. Als Alistair had geweest, dan had ze nu een punt gehad, want die begint altijd met Psychic. Sliggoo, Clawitzer, Spongy Globs, Meltan, Toxel, Staryu, Mawile, Makuhita. De reverse is een common Galarian Meowth. Die kijkt hier heel blij. Doet me een beetje denken aan mijn kat Rebel, die zit hier nu naast me. En de rare is een Oricorio non-holo rare. Nu ook in Pokémon Go overal te vinden, die Oricorio. De rode kleur ook toevallig. Volgens mij zijn Oricorio in verschillende kleuren. Maar de rode die zie ik hier vaak in Pokémon Go. De laatste Fusion Strike van deze box met Genesect. De Breakdancing Genesect Alternate Art. Zou ook een hele goede pool zijn. In ieder geval voor geldbaar. Maar ik moet zeggen dat ik de Full Art Genesect V die wij ook hebben wel heel gaaf is. Dat is een soort van blauwdruk is dat. Genesect natuurlijk een soort van technologische Pokémon. Ik zeg water. Oh, weer Psychic. Swadloon. Power Tablet. Skater's Park. Quillfish. Vulpix. Chansey, die is wel leuk. Galarian Zigzagoon, Mankey, Phalanx is ook een common. En de rare is een Meloetta. Non-holo daar. Dus Fusion Strike, zoals we gewend zijn van Fusion Strike, geeft ons nog niet echt een goede pools. Meloetta is wel een hele goede speelbare kaart. En het deck Mew V met Meloetta is misschien wel het beste deck van het moment. Maar wie weet dat Astral Radiance daar verandering in gaat brengen. Evolving Skies. Ik begin met Sylveon. We hebben hier laatst ook de alternate art Rayquaza van weten te poelen. Super mooie kaart. Dus op een of andere manier zitten we wel goed in de alternate arts. Maar een gewone VMAX poelen of zo, dat doe ik eigenlijk bijna nooit. Fighting. Oh, en nu is het wel water. Dat zal je altijd zien. Scrafty. Ursaring, Crystal Cave, Rock and Roller, Wobbuffet, Hoppip. Ik moet nog best wel wat Hoppip in Pokémon Go van een quest die ik nog niet heb weten af te maken. Maar nu zie je ze nergens meer. Swablu, Zorua is wel een goeie. Spirit Mask is mijn reverse. En de rare is een Flapple. Nou, dan hoop ik dat er nog wat Last Pack Magic in deze box zit, want anders hebben we in deze Glaceon box dus geen enkele hit. En dan heeft de Leafeon box misschien al eigenlijk automatisch gewonnen. Ik zie al een Psyduck. Psyduck is altijd goed. Psyduck is wel echt een fan favorite Pokémon van veel mensen. Ook van mij. Fire. Ah, oh, weer Psychic. Het is wel 3 keer Psychic. Dat is een goede box geweest voor Alice. Rescue Carrier en Boost Shake. Allebei hele speelbare trainerkaart. Dus dat kan geen kwaad. Rufflet. Drowsy. Flabébé. Rock'n'Roller. Nuzleaf is de reverse. En de laatste rare van deze box is... Hey, een Leafeon V. In een Glaceon box. Dat is grappig. Dus we hebben in ieder geval 1 Leafeon V erbij. En dit is dan natuurlijk de niet-promo versie, dus ik zal straks ook het verschil laten zien. Dat is wel tof. Toch een hit. Nou, 1 op de 4 gemiddeld, dus dat strookt wel met wat we mogen verwachten. Ik zal tussendoor even een codekaart geven
van Evolving Skies. Dat is een stiekem. En meestal doe ik dat aan het einde, maar dan kunnen mensen naar het einde van de video skippen en dan hebben ze ze allemaal. Dus nu geef ik er eentje tussendoor. Dan de Leafeon box. Kijken wat we hieruit kunnen poelen. De pack selectie zal hetzelfde zijn. Ja. Dan heb ik hier de twee promos. Leafeon V-Star en Leafeon V. Met de IV Star Ability. Of V-Star Power moet ik eigenlijk zeggen. Super cool. Als het goed is, is de tekst wel hetzelfde. Oh nee, niet. Het is wel een andere... Ook andere aanvallen. Het is niet alleen maar een ander plaatje, maar echt een andere Leafeon. Iets meer HP. Wel iets meer terugtrekkosten ook. En geen ability, maar wel slashing strike. Nou, dat is op zich wel interessant, maar ik denk dat de meeste mensen deze Leafeon spelen en dan evolven in deze Leafeon V-Star. Dus sorry, Leafeon V Blackstar promo. Ik denk dat je wordt overschaduwd door de gewone Leafeon V uit Evolving Skies. Maar dat was natuurlijk een pool van Glaceon. Dan hier de Jumbo-versie van Leafeon. Kijkt heel determined. Je ziet ook de texture. Heel kleurrijk. Ik zal nog even hier zo op de camera doen. Samen met zijn broertje. Die zijn wel super gaaf. Ik moet zeggen, in het begin dacht ik van, moet ik met al die Jumbo's? Maar nu ik een mapje heb om ze in te doen, sinds Celebrations, ben ik ze toch al gaan waarderen. Dan de pack selection, inderdaad weer een Fusion Strike, Mew en Genesect. Een Sylveon weer toevallig. En dit keer een Rayquaza. Nou, ik ga weer beginnen met Fusion Strike. Kijken of Leafeon van binnen van Glaceon. Het is niet de eerste keer dat dat duo gebruikt wordt in Pokémon producten. Als je je nog herinnert, er waren ook de 3-pack blisters. Hadden ook een Leafeon en een Glaceon promokaart. En die 3-pack blisters die kan je ook nog steeds winnen. Ik geef een 2 weg. Een Leafeon geef ik weg en een Glaceon geef ik weg. Wanneer ik de 100 subscribers op YouTube haal. Dus als je nog niet gesubscribed bent of je kent nog mensen die wel kijken maar nog niet gesubscribed zijn, vraag ze om ook te subscriben. En dan des te sneller zijn we bij die 100 subscribers en dan kies ik de winnaar. Ik ga voor Leaf. Ah, nu is het wel Fire. Sligoo, die hadden we net ook volgens mij. Clouser hadden wij ook net. Is dit hetzelfde pakje? Spongy Gloss volgens mij wel. Staryu, dat weet ik niet meer of die er ook in zat. Maar in ieder geval, dat begon hetzelfde als het eerste pakje van de Glaceon box, als ik me goed herinner. Sabuado. Een common reverse is de Dewpider. En de rare is een Electros. Dat is een non-holo rare. Geen hit in de eerste Leafeon. Dan Mew. Mew, redelijk Pokémon verder. Shiny Mew uit Celebrations, hele gewilde kaart ook. Mooie gouden kaart en een Shiny Mew, die is blauw. Ik zeg water. Ah, Darkness. Mandibus. Ninetales. Er zitten 2 Ninetales in Fusion Strike als ik me niet vergis. Slugma. Skitty. Phalanx. Cheertool. Vullaby, dat is de enige Pokémon die ik uit mijn 10 kilometer eieren krijg in Pokémon Go. Dus die ben ik wel eigenlijk een beetje zat, maar goed. Galarian Obstagoon is een reverse rare, dus dat is op zich niet verkeerd. Dat is een kansje dat ik deze nog moest. En de rare is een Huntail. Samen met Gorbis, een van de 2 mogelijke evoluties van Clamperl. En op zich wel handig tegen single strike decks. Want als je deze dus op je bench hebt zitten, dan zorgt de ability Single Strike Jammer ervoor dat Single Strike Pokémon's hun attacks een extra colorless energy kosten. Dus daarmee kan je voorkomen dat je vijand, tegenspeler, een aanval kan doen door op het juiste moment deze te spelen. En als die dan niet, hij of zij niet de energy hebt, dan heb je nog een ronde extra voor jezelf. Rayquaza. Evolving Skies, 1 laatste pakje.
verbazend wel hoe snel dat dan gaat. Hoe snel je er doorheen gaat. Helaas niet hit na hit na hit. Maar goed, dat zijn we wel gewend. Hopelijk met Astral Radiance straks. Ik zal wat pakjes dicht laten. De prijsboosters die ik win op de pre-release, die neem ik dan mee. En dan kunnen we die samen openen op video. Lightning nog een keer. Ah, fire. Boost check. De Bambi. Dit ziet er ook wel verdacht uit als de kaarten die ik net poelde. Everlock. Nou, die dan weer niet. Temple. Psyduck wel, zeker weten. Eevee, altijd goed. Een Cutiefly. Hey, een Pikachu, ook altijd goed. De Reverse is een Rescue Carrier. En de rare van dit pakje is een... Oh, Dracozolt VMAX. Dus Leafeon taking the lead met een VMAX over de V. Dus ja, ik kan nu al zeggen dat Leafeon gewonnen heb. Al zou het me niks verbazen als Dracozolt in geld minder waard is dan de Leafeon, omdat de Leafeon een hele speelbare kaart is. En ik ken eigenlijk niemand die met Dracozolt speelt. Maar een VMAX is een VMAX, dus hij telt. Leafeon, aankoop. En dan het laatste pakje van vandaag alweer. Sylveon, blijven hopen op een Sylveon V Alternate Art. Ook de VMAX Alternate Art zou ook leuk zijn. Maar ik vind de V het leukste. Dat ze in het café staat. En het lijkt alsof ze donuts aan het pikken is. 1, 2, 3, 4. Of cupcakes. Laatste guest, die energy van vandaag. Psychic. We hebben er al heel veel Psychic voorbij zien komen. Maar... En het is Metal. Metal is wel weak tegen Psychic. Wat Fairy had geweest. Stormy Mountains. Shelgon. Ice Cube, hele rare Pokémon vind ik dat, maar is toch wel, ben hem gaan leren waarderen. Ik heb laatst ook een Instagram post gemaakt over Ice Cube. Calcifleur, Love Disc, Fletchling, Chincho, Petilil, een Talonflame Reverse Rare, dat is op zich niet slecht. Ik weet niet zeker of ik deze al had. En de laatste rare van vandaag is een... Drampa, de Grandpa, helaas. Dus het blijft bij een V en een VMAX. Toch nog het gemiddelde weten te halen van 1 per 4 pakjes. Ik wil je nog bedanken voor het kijken met een codekaart, zoals gezegd. En dan vergeet niet de giveaway. Subscribe, like deze video als je wil. En volgende week dus, of de volgende video, gaat over Astral Radiance en de nieuwe kaarten die daarin zitten. Ik heb me er nog niet heel erg in verdiept, expres niet, zodat het allemaal ook een verrassing voor mij is. En hopelijk ook voor jullie, want niet iedereen gaat naar zijn pre-release en de set zelf release pas over een week of 2, denk ik. Dus je ziet het als eerste op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot ziens!